Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Far Cry 3. We gaan Liberation doen. De uiterste hoek eigenlijk hier, als ik op de map kijk. Helemaal linksbovenin van dit eiland, tenminste niet linksbovenin van de hele map. Met deze, en dan hebben we nog die, nee, die en die. Er zijn er nog vier daarna. We kijken wel even gewoon hoe en wat we allemaal gaan doen. Maar we eerst gewoon nog even weer een Liberation doen natuurlijk, dat het fijner is. Het voordeel wat we nu gaan doen, er gaat trouwens een kabel door mijn auto heen, heel mooi. Het voordeel wat we nou hebben, in vergelijking met eigenlijk alle Liberations die ik heb gedaan voor part 53 aan, alles wat ik overnieuw heb gedaan, heb ik zonder pak aangedaan. Nu kunnen we hier vrij rondlopen, niemand die ons ziet. Dan kan ik mooi alles spotten en alles. En de vorige keer was dat voor mij nogal crap, want dan moest ik de hele tijd wachten totdat iedereen uit de buurt was. En dat was wel gewoon kut af en toe. Het is gewoon irritant. Maar ja, we komen er wel. Is hier nou echt helemaal niemand daar? Dat vind ik wel raar. En om onbekende reden komt me deze map best wel bekend voor. Deze Liberation spot. Als ik eerlijk ben. Ik zie verder nog niet echt wat, dus we gaan even kijken. Hier in de bosjes, denk ik. Even een goede aanpak verzinnen, natuurlijk. Normaal denk ik dat allemaal mooi chill met muziek aan en et cetera, et cetera. Daar is een dude. Maar het fijne nu is dat niemand het iets boeit wie je killt. Ze zien in een regio iets. En daar rennen ze op af. Maar zo gauw als wij uit die regio zijn, dan lopen ze gewoon weg. En dan gebeurt er niks. Dus 1500 XP halen is echt geen enkel probleem. En zo die duurt, nou die daar zit. Oh, dan moeten we alleen uitkijken voor die auto. Hallo. Kan zijn dat ze nou stoppen. Ja, dan zijn we de lul. Net niet. We hebben geluk. Als die luidjes stoppen namelijk, gaan ze mee helpen. En dat is nog wel eens fucked af en toe. Oh god, er komt er nog een aan. De cavalerie. Nog meer. Wow, what the fuck is dat blaadje nu? Wow! The fuck! Wat, ze zijn allebei dood? You serious? Oh my god. Fucking mooi. 40... Waarom krijg ik daar 40 XP voor? Ik neem al niks. Oh. Oh 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 oh. Net niet, hè. Net niet helemaal vol. We worden wel een hele tijd gespot. Maar net niet helemaal vol. Oh oh. Fuck. Wat is het hier druk? Ah, was geen headshot. Come up. Ah, wat we ook kunnen doen, wat ook niemand boeit, is dit. Niemand maakt dat uit, zolang wij maar niet gezien worden. Is er niks aan de hand. Oké, trucje, trucje, trucje. Goed zo. En dat is best wel raar eigenlijk, maar het boeit helemaal niemand. Zolang wij maar niet gezien worden. Hier, bam, headshot, double kill, double headshot. Dat was mis. Zij rennen nu hier mooi achter de boompjes, want ze zijn bang.
Wat ik wel enigszins kan begrijpen. Zeker wel. We gaan ze afleiden. Ja, ja. Deze Liberation gaat alsnog niet zo heel snel. Zoals verwacht, maar... Hij gaat wel redelijk goed. Alleen die duurt nog. Serieus? Ja, mooi. En ondanks dat er van alles in de fik staat, er zijn echt gewoon 20 man dood, krijgen we 1500 XP. Maar we zijn nooit gedetect. En het heeft een poosje geduurd voordat ik daar echt achter kwam. Dat het op die manier werkt. Skill points are at 1. We hadden er al 1 in het vorige part. Dus we hebben er nu 2. Yay! Wat we dan gaan upgraden is deze. Wat ik dan nog moet is... Wanted Dead Quest. Moet ik er nog eentje van doen. Dan kan ik die eindelijk kopen. Commandeerd vehicle gebruiken we niet zoveel. We pakken deze wel even mee. Een of andere skill en dan bla bla bla, takedown, rotzooi. Dan hebben we er dus nog 2. We moeten nog 2 keer iets halen. 3 keer bedoel ik, sorry. Deze, die en dan die. En dan hebben we de volledige tatoeages van alle 3 dingen. Dan krijgen we alleen nog van de story dingen erbij. En dan, ja, dan is dat ook helemaal klaar. Dus dat gaat op zich wel lekker. Deze Liberation was best wel crap. Qua goedheid. Dat is gewoon crap. Ik ga even deze Wanted Dead erbij doen. Ja, a sniper and his men have taken over a small island. Follow her and kill him with a knife. Die gaan we even doen voor die ene dinges. Is dat het eiland? Ja. Is hier een boot? Er is hier geen boot. Are you serious? Oké, zwem dan. High, low, high, denk ik zometeen. Ik zie nog geen high. Nog steeds niet. Nog niks aan de hand. Geen high. Dit eiland is al beschermd. Dit is al restricted area. Fucking hell. We hebben 13 kogels trouwens. Omdat ik nog niet de ammo had gerestockt. Dude. Is het nou zo moeilijk om die deur te zien? Dude, loop in mijn scope. Oh, daar hebben we nog een deur. Mooi, dat is 1 minder. Maar we moeten ze killen met een knife. Alleen maar 1 duur trouwens. We hoeven niet iedereen te killen met een knife. Het gaat puur om 1 duur die we moeten killen met een knife. Dus gaan we proberen puur die ene duur te killen met een knife. Heb ik nou al gezegd dat we met een knife moeten killen? Maar we weten nog niet welke het duurt. Dus we moeten eerst even met de camera. Als de paparazzi. Er zijn nog 3 lui hier. Oh oh. Nog 4 lui. Ik ga een beetje sneaky sneaky hier omheen. Gaat goed. Moet alleen die 2 dudes even spotten. Oh, van de berg af vliegen. Fucking hell. 3 alweer. Doen ze. Dat is de duur die we moeten killen. Die duur moet dood met de knife. Die andere boeien niks.
Oké, kunnen we nu al het laar zien? Ze denken, hé, je bent helemaal in het zicht. Ja, klopt. Dat klopt. Waar met de camera? De camera haalt die takjes weg. What the? Holy crap! Booby! Watch my back! Hey, dude. Er valt een steen achter jullie. Of niet? Hi. Dude. Ha. Was, oef. Fuck. Dus wanneer zit er een RPG dude op het eiland? Oké. Okay. Nieuw plan van aanpak. Biatch. Hij gaat een grenade gooien. Hij gaat niet een grenade gooien. Oké, okay, fuck it, dude. Nou ben ik er zat op. Dude, sterf met een takedown. We moeten het episch maken, hè, dus we moeten van bovenaf springen. Sam, I visited the temple. Got all three guys. Dat hebben we al lang gehoord, dude. Mijn volgende part. Ja, nou. Sam Becker! Maar we hebben er weer een ding bij, dus we hebben nou die skill point. In ieder geval, daar ging het om. We gaan nog even, we gaan nog even deze liberaten. En dan is het einde van deze part al. Dan zal ik die andere twee even nog één doen. Dan doen we nog eentje de laatste. Dan gaan we in een part doen, denk ik. En dan gaan we verder met de Story of Monkey Boom, Monkey See dinges. En ik vergeet weer ammo mee te nemen. I know, Sam. Dat heb je me de vorige keer ook al verteld, jongen. Is hier geen motherfucking kistje? Fuck off. Game. Is dit ook een kamp? Please niet. Ja. Wat is dit? Kid farm, oké. Okay. We gaan naar de kid farm. Gaan we daar ammo halen. En gaan we met ammo weer terug naar Romeo camp. Yay, ammo. En had ook. Dankjewel, game. Even kijken. Consumables, body armor. Hadden nog 4%. Wauw. En de cash, ja, dat gaat lekker. De cash, dat blijft rond 8000 ongeveer. 7000, 8000 de hele tijd. En dan koop je een keer een wapen. En dan heb je het zo weer terug. Naar je tijd. Dus dat gaat wel goed. Ja, we pakken Romeo Camp wel. En dan gaan we even de ene ding liberaten. Volgens mij, ik kan, ja, ik weet niet. Het is lastig voor mij af en toe om te peilen wat jullie leuk vinden. Volgens mij, fucker, 3 vinden jullie alles leuk. Ook al rij ik gewoon een half uur of 20 minuten rond in een auto, dan vinden jullie het leuk. Niet dat jullie niet, ik bedoel het niet lullig, maar gewoon dat jullie die game gewoon zo mooi vinden net zoals mij. En die delen enthousiasme, zo bedoel ik meer. Want af en toe dat ik ze maar niet aan het opnemen was, gewoon om alles in te halen weer. Dan reek ik ook gewoon mooi rond door de bossen en dan van een berg af en dergelijke. Dat was ook gewoon leuk om te zien. Dat ging ook gewoon lekker. Volgens mij rijd ik de verkeerde kant op. Ja, ik rijd de verkeerde kant op. Maar dat is ook gewoon, dat was gewoon grappig om te zien, maar het was ook leuk om te doen. En we hebben tot nu toe alle liberations eigenlijk gedaan. Die zijn allemaal op een film. Dus eigenlijk wil ik ook gewoon alles dat gewoon recorden. Elke liberation. Dus ook gewoon die drie die we dan nog niet hebben gedaan. En ik neem aan dat jullie het op zich wel snappen. En aan de andere kant van jullie is het volgens mij nog steeds wel leuk om een liberation te zien. Dus. Maar dat is net voor mij een beetje de afweging die ik moet maken. Maar ik denk dat ik gewoon hallo, dag. Gewoon die liberation ga filmen. Die andere drie nog. Na deze dan. Maar dat is mijn keuze. Zo. Volgens mij rijden we alweer de verkeerde kant. We moeten naar boven op een berg. Ja. Fuck die berg. Oh ja, we rijden wel om via dit. Kom wel goed. Ik verzin wel iets. We hadden net zo goed naar Elvenkamp kunnen gaan, blijkbaar.
Ik rij gewoon omveer hier. Kijk, de perfecte weg voor onze rallyauto. Wat niet echt een rallyauto is, maar hij heeft moeite om deze fucking berg op te komen. Kom op, kom op. Ah, kut auto. Moet een buggy hebben. Die buggy, jongen, dat is echt het ziekste ding ooit. Jee, het gaat regenen. Dat hebben jullie ook helemaal nooit gezien, trouwens. Regen en onweer in die game. Ik heb wel regelmatig, maar jullie nog niet. We gaan even een betere auto halen. Kom hier. Oh, stop, stop, stop. Auw, mofo's. Zij breken ook gewoon je botten. Maakt er allemaal niks uit. Hallo. Waar de fuck is Alpha Kamp? Oeh, fuck. Daar is Alpha Kamp. Dat is niet Alpha Kamp. Waar de fuck is Alpha Kamp? Ik ben nog helemaal kattenweg geweest. Ah ja, dat is wel Alpha Kamp. Maar dat is geen fucking auto. Oh. Kom op, game. Ik kan niet een fucking berg oprennen. Ook niet vliegen. Ik heb geen superpowers. Ik ben, weet ik veel niet wie wat. Fix alsjeblieft die auto. Dan kan ik hem vervolgens gaan jatten. Fix die auto, vriend. Er zit wel een mooi detail op zich, op die motor. Leuk dat, jongen. Fix alsjeblieft die auto, dan kan ik weg. Is hij al gefixt? Duurt lang. Weet je wat? Ah, fuck. Kan ik hier wel instappen trouwens? Nee, ook niet. Het is hun auto, dan moet ik ze allemaal killen. Ah, kom op. Deze auto alsjeblieft. Yes, eindelijk. Hey jongens. Niet door mij. Daar. Dat kan deze keer niet door mij. Zeker niet. En er spawnt opeens weer een auto. Er vloog opeens een auto-icoon door de map heen. Links onderin, dat was echt apart. Oh ja, poging nummer 2. Nu met een echte rallyauto. Nee, maar met een auto met meer kracht. Die kan tenminste die berg op komen. Oké, okay, ik... ja, zie, hij kan de berg op komen. Kom op, kom die berg op, auto! Ja, wacht, meer aanloop. Kom op, berg op, berg op, berg op. Berg. Af. Mooi, blijf maar stilstaan. Kom op, kom op. Ja, je, kijk, hij heeft net iets meer kracht dan die andere Bonobo auto. Bonobo APS auto. Lotto. Hier zijn heel veel auto's. Waarom ging ik hier niet heen? Please, laat er een buggy zijn. Oh, hallo. Aangenaam. Buggy. Nee, geen buggy. Maar we gaan hier naartoe. Komt helemaal goed. Ik heb het volste vertrouwen in mijzelf. Dit is al een hele kleine rode vlek trouwens qua Liberation. Zuinig. Oh ja, dus daar is een deur. Daar is een dier. Wat ik niet kan zien. Daar is een deur. Daar, oh, het zijn allemaal snipers. Dan moet dit niet lang gaan duren normaal. Maar ook dat zou ik wel zwaar. Ah, kijk, Casaway. Oké, het zijn best wel veel snipers. Scheelt één ding. Voor het geval dat. We hebben in ieder geval het alarm uit. La 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 la. Ja, achter de kistjes. Kijk, het wordt ook al gelijk licht. Ik vermoord iemand en de zon komt tevoorschijn. Oké, okay, niemand merkte dat schot. Oh. Die dus erachter. Punt met die lui is.
die twee. Die kan ik wel killen, maar dan moet ik op de volgende manier doen. Zo heb ik dat geleerd. Daar is een dude. Hoe je deze killt is door ze echt te double killen. Maar dan moet ze eigenlijk staan. Fucking vogel, jongen, houd je bakkers. Oh oh. Nou, we zijn gezien, dus er zijn 500 dinges. 500 XP. Oké, okay, Bushman, kom op. Ja, het alarm werkt niet meer, vriend. Hey, RPG, vriend. Kom maar, jongen, jij gaat dood. Hallo. Told you. Dood ging. Mooi. Dat was die Liberation. Die ging niet zo 1500 XP achter goed. Helaas. Maar ging alsnog wel goed genoeg. 550 is ook prima, vind ik. Dan gaan we die Bushman. Dat is dus de Bushman. Schiet wel lekker weg. Het is een fijne assault rifle. Die Scredder blijft nog steeds mijn favoriete wapen in de game. Deze doe ik zeker goed zijn werk. En eens kijken als wie... Ja, mooi. Take memory card. Want ik moet er nog een paar. Ik moet er nog twee hierna. Met nog twee memory cards. Dan heb ik ze allemaal. Het is net Pokémon. Gotta catch them all. Of niet dan. Ammo. Sowieso. Soul Driver rounds zijn niet gekoopt. Zeker niet. Hoeveel cash heb ik nu? 8. Oké. Okay. Dan moet ik nog even kijken. We hebben de vorige part is geliberate. Dat was die. Dan moet ik alleen even kijken. Volgens mij ben ik daar vergeten naar binnen te lopen. En ben ik vergeten om daar die laptop te bekijken. Als die er is of niet. En die is er niet. Oké. Okay. Denk puur even voor de zekerheid. Even checken natuurlijk. Dus we hebben er nou nog drie. Die drie. Heel simpel gezegd. Zit allemaal een beetje ver uit elkaar. Sorry. Ik moest even hard hoesten eigenlijk. En mijn keel sloeg een beetje dicht. Dus vandaar dat ik heel veel paar seconden stil was. Niet gelijk 1-2 bellen. Zo snel ga ik nou ook weer niet dood. Ik zit even te kijken wat ik volgens part ga doen. Ik denk die Liberation. En de Monkey Boom. Monkey See, Monkey Boom. En dan bewaren er nog twee voor Dan. En we gaan die dan ook even Sam doen. We gaan iets meer story doen. Dus volgende part, Deliberation en Monkey See, Monkey Boom. Dan de story en Liberation. Dus dan kijken we wel hoe lang die story dinges duurt. Dat we nog even een Liberationtje bijpakken. Of allebei misschien. Of maar niks. Dat die story zo lang duurt dat die part erna de Liberation. Maar dan hebben we in ieder geval alles af. Ik zie je weer in de volgende video. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwde games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.